Een trombosebeen is dik, rood, pijnlijk en warm. Het ontstaat als een bloedstolsel een ader in uw been afsluit. Het bloed kan dan niet meer goed terugstromen richting het hart. Trombosebeen komt vaker voor bij vrouwen en bij ouderen. De kans op het krijgen van een trombosebeen is ook groter wanneer u lange tijd uw benen niet goed kunt bewegen. Bijvoorbeeld als u bedlegerig bent, als u na een grote operatie veel in bed ligt of als u een lange vliegreis maakt. Ook bij een gebroken been, tijdens zwangerschap en in de kraamperiode is er wat meer kans op een trombosebeen. Gebruikt u hormonen, zoals de pil tegen zwangerschap of hormonen tegen de overgang, dan is de kans ook wat groter. Zeker als u daarbij rookt of overgewicht heeft. Hoe kunt u een trombosebeen voorkomen? Bent u bedlegerig, dan is het belangrijk om, voor zover dat kan, regelmatig wat te bewegen. Bespreek met uw huisarts of fysiotherapeut welke oefeningen mogelijk zijn. Kom uit bed en loop een eindje zodra dat mag en kan. Maakt u een lange reis met bijvoorbeeld het vliegtuig of de bus? Beweeg dan regelmatig uw benen, zodat het bloed goed blijft stromen. Loop een stukje door het gangpad of doe elke 2 uur oefeningen. Strek en buig uw voeten en draai er rondjes mee. Heeft u ooit een trombosebeen gehad en gaat u een reis maken waarbij u lang stil moet zitten? Dan kan het verstandig zijn om steunkousen te dragen. Zit trombose in de familie? Dan kunt u beter geen hormonen gebruiken, zoals de anticonceptiepil of hormonen tegen de overgang. Stoppen met roken en afvallen bij overgewicht helpen mee om de kans op trombose te verkleinen. Vraag uw huisarts of praktijkondersteuner om hulp en begeleiding. Krijgt u toch een trombosebeen? Dan krijgt u medicijnen waardoor uw bloed minder snel stolt en daarbij meestal een steunkous.